Hey bij mij, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik heb nog nooit zo'n vlog moeten openen, want dit is echt niet normaal. Ja, clickbait en zo, maar Nicky en ik zijn echt blij dat we leven. Toch? Ja. Want wij dachten echt allebei dat ons laatste uur slaag had zo net. Oké, laten we even uitleggen wat er precies gebeurde. Maar je moet helpen, want ik vergeet waarschijnlijk wat details. Yay, een nieuwe video! Oké, we zagen wel dat het al flitste op zee, hele tijd, donder. Nou, op een gegeven moment, wij gingen naar bed. En we lagen in bed en we zeiden tegen elkaar, zullen we nog live even naar binnen doen? Ik zeg, ja, Nicky zei het al buiten. Ik zei, nou, hoeft denk ik niet. Ik lag mijn bed, zullen we het toch even doen? Even weerbericht checken. Ja, het gaat wel regenen. Ja, dat is ook vervelend als die nat wordt. Ja, oké, laten we het doen. Dus we stappen uit bed en we horen kling, 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 kling op het dak. Ik zeg, waar sta? Nicky zegt, ja, dat is het luifel. Ik doe de deur open en het waait super hard. En dit luifel ging op en neer, op en neer, op en neer. Oh, en die lag er over het dak heen. Dus ja, en ik dacht alleen maar, oh mijn god, onze borg. 1200 euro, dat is keiveel geld. Dus wij er allebei uit. Nou ja, Nicky, had je dit aan trouwens? In bed? Net? Ja, want jij had het... Ik had alleen mijn zwembroek aan. Ja, ik had dus alleen een string aan. Ik stond de hele tijd in mijn stringetje. Ja, wel met een shirt. Ja, met mijn shirt. Ik zou even laten zien hoe mijn shirt eruit ziet. Dat is... Maar ik heb echt, ik ben echt gescrupt. Ja, ja, want jij stond voor mij om mij te beschermen. Maar ik ben niet goed, joh. Ja, Oké, maar daar zijn we nog niet. Dus, nou, wij proberen dat luifel naar beneden te halen. Want we denken, ja, als dat luifel loslaat, dan vallen er echt gewonden. Want dat is best wel een zwaar ding ook, hè. Van 4 meter breed? 3 meter? 3 meter of zo. Nou, dus wij... Maar we waren toen buiten... Allebei super schaars gekleed. Staan we buiten aan dat ding. Ja, konden we ook niet meer naar binnen. Want daar waaide het echt veel te hard voor. Je kon echt niet meer de camper in of zo. Dus we hadden alleen de optie om aan dat luifel te hangen. Dus ik bleef aan dat ding hangen. Want Nicky had hem op een gegeven moment van het dak gekregen. Ik aan het huifel hangen. Oh, nou. En er kwamen windstoten. Nou, zo hoorde ik net iemand zeggen van 200 km per uur. Maar ik weet niet of dat waar is. Ik hing aan dat ding. Aan die paal. En ik ging gewoon mee de lucht in met de luifel. Ik denk, nou, dit is het. Ja, nu lach ik. Maar dat, op dat moment dacht ik, oké, let it go. Nee, ik dacht echt op mijn laatste uur slagen. En toen kwam Nicky er gelukkig bij. En toen zei hij, oké, ga jij maar iets, moest ik iets doen? Dat je hem in je eentje hield, maar dat ging niet, hè? Nee. Je had toch die 60 kilo, want ik hing gewoon aan die paal. Ja. Nou... Lang 60 verhaal. Kilo waren 60 nuttige kilo's. Dat je niet verwacht, hè? Nou, ik ging dus ook een beetje mee de lucht in. Ja. Hè? Oh, en zo iets minder 60 kilo's. Ja. Ja, dus het was echt. Nee, maar het was echt niet leuk. En dan hebben we het nog niet eens over hoe hard het regende. Maar ja, dat klopt. Mijn haar is doordrenkt. Mijn shirt was helemaal doordrenkt. Ik rilde. Jij zat ook te klappertanden net. Ja. Nee, serieus. Op een gegeven moment regen bijna je kont inregen. Hoe hard dat het ging, hè? Ja, ging echt hard. Ja, maar we stonden met z'n tweeën aan die paal om die luifel naar beneden te houden. En toen kwam er de zandstraal. Want we zitten natuurlijk bij de zee, maar dat zijn allemaal kleine steentjes en geen zand. Dus al die steentjes... Ja, kwamen gewoon met de wind mee. En je moet het even voorstellen dat met 100 km per uur tegen je aanwaait. Het deed echt zoveel zeer. Het was echt... Misschien staan er wel allemaal rooisteentjes. Nee. Oh, dat valt mij. Nee, dat had ik wel verwacht. Want het ging echt zo hard. Ik dacht, nou, het gaat niet goed. En toen ging Nicky gelukkig voor mij staan. Dat jij... Maar ik voelde me zo lullig dat jij alles op moest vangen. Maar ik denk, ja, ik kan er wel naast gaan staan. Zo van, samen leed. Maar dat was ook... En toen stond ik op een gegeven moment stond ik naast de camper. Daar was het echt zoveel beter. Want daar ging het niet zo hard. Ja. Maar toen was jij in je eentje die luifel naar beneden te houden. Ja. Man, ik dacht alleen maar. Oh, ik moet Nicky blijven bekijken. Want ik wil wel weten. Als die knock-out ligt of zo. Weet je wel. Dat hij de luifel tegen zijn kop aangekregen heeft. Ja. Nee, alles goed. Oké. Maar goed. Nu gaan we even laten zien. Alsof ik heb er helemaal geen zin in, maar ik wil het gewoon even vastleggen. Want hoe vaak, ja, dit ga ik echt nooit in mijn leven meer vergeten. Oké, ik draai hem even om de camera. Daar kun je niet zoveel van zien. Oh, en hier zitten allemaal kinderen in ook, hè? Kijk dan.
Oh, hier, dit is een camper met iets van 3 kinderen of zo. Zie je dat? Ja, ja, je kunt het kijken zien. Kijk, deze boom is gewoon omgewaaid. Ik voel me nu wel een ramptoerist dat ik dit ga filmen. Oh ja. Wacht, schijn eens hier bij Nicky. Kijk, deze zijn gewoon ontworteld. Deze bomen zijn gewoon ontworteld. Kijk. Maar dat loopt snel, Hoe zou dat ook weer leven is in Rijken? Moeten we... We kunnen niks meer behelpen, hè, mensen of zo. Oh, ze zijn het zwembad al aan het beter maken. Moet je daar ook kijken. Oh, en die... De parasols liggen in het zwembad. Dus allemaal lichtbedjes. Ja, die lichtbedjes zijn allemaal weg. Hier ook. Hier een boom. Een boom in het water, joh. Oh, er is zoveel damage. Er is nog een klein boompje. En weet nog... Oh ja, dat is een hele grote boom. Ja. Maar dit zal op je hoofd vallen, Nicky. Ik, nou, als ik dit zie, dan hebben we echt geluk gehad dat er niet een boom op ons een beetje wel mee is gekomen. Oh, een slipje. En een boom. Kijk daar, joh. Ja, heftig, joh. Ook nog. Nou ja, het is duidelijk dat het echt heftig is geweest. Ja, als dit zo'n ding omwaait van de parasol, dan weet je dat... Nou, dat heftig windjes. Ook bij zo'n parasol goed trek je de lijn. Ja, maar die boom is de lijn. Ja, echt niet meer. Kijk deze boom. Dit is gewoon een gigantische boom. Gewoon omgewaaid. Oh, wat erg. Ik weet niet of je het kan zien, maar hier zijn echt heel veel bomen omgevallen. Ja, joh. Nu ik de hele camping heb gezien, ben ik helemaal dankbaar dat we nog leven. Het was echt niet normaal en ook echt niet leuk. Gewoon voor al die families en... Ja. Tenten en campers en oh man. Zo knap dat niemand gewond is geraakt. Nee, er is helemaal geen ambulance of zo. Nee, maar ja, als er niemand gewond is. Nee, maar ik had wel verwacht dat iemand gewond was. Ja. Maar er was geen ambulance, dus ik denk dat iedereen veilig is geweest tijdens de storm. Maar dat had heel anders kunnen lopen als je ziet naar de grootte van de bomen die om zijn gewaaid. Maar we gaan nu slapen, want we zijn wel een beetje moe. En ik update jullie morgen verder over wat de schade allemaal is en wat we gaan doen, want we weten het allemaal niet meer. Dus we zien het wel! Goedemorgen, het is inmiddels de volgende dag. We hebben de boel ingepakt op de andere camping. Ja, dat was gewoon, daar kon je ook niet blijven, want het was helemaal verwoest eigenlijk. Alle bomen waren bijna omgewaaid, doorgeknakt, weggewaaid, alles. Dus we zijn door aan het reizen. We hebben het luifel met de buurman, gelukkig was die Nederlands, die kon ons helpen. Met tie rips en duct tape helemaal weer ingerold. En nou dus met duct tape vastgezet en het dakraam is ook los. Die hebben we net onderweg met duct tape, want die pakte steeds wind. Dus die hebben we ook vastgezet. En nu zijn we onderweg naar het volgende bestemming. Ik moet je eerlijk zeggen, de spirit zit er niet helemaal meer lekker in, hè? Ik weet niet. Nee, ik hoop dat we dadelijk de volgende camping een beetje rust hebben. En dat we dan een mooi natuurpark gaan bezoeken. En dat we dan een beetje weer de spirit terugvinden. Maar ik denk, als dat niet het geval is, dat we... richting huis gaan weer. Maar we gaan het zien. We zijn in ieder geval nu onderweg. Nou, jippie. We zijn aangekomen op een nieuwe camping. Dit is echt meer een campingplaats waar alleen maar, ja, waar mensen maar een nachtje of zo blijven. Kun je wel zien aan de camping. Ik heb net was met de hand gedaan, want ze hebben hier geen wasmachines. En onze handdoeken moesten echt even schoon worden, want die waren allemaal vies. We hadden alles gebruikt. Ja, sowieso al met douchen een paar keer en dan gisteren met de storm weer om alles droog te maken. En Nicky heeft eventjes lekkere gezonde broodjes gemaakt. Dus die gaan we nu opeten en dan kan ons avontuur hier in Krakka beginnen. Laten we eens eventjes op ontdekkingstocht bij deze camping gaan. Ik moet naar het toilet, dus dat is hier ergens. Tussen deze gele gebouwtjes. Het zal wel één voor mannen zijn, één voor vrouwen. Nou, dit is vrouwen.
even kijken. Oh, hier staat gewoon een wasmachine. Oh, die heeft Nicky natuurlijk niet gezien. Omdat hij bij de mannen staat normaal. Omdat hij bij de mannen zal het wel niet staan. Oké, nou, dit zijn de douches. Oh, wat verschrikkelijk. Oh, helemaal schimmel ook en zo. Heftig. Goedemorgen mensen. Het zal jullie misschien een beetje verrassen, maar we zijn aangekomen in Oostenrijk. We hebben gisteren een hele hoop geregeld. We hebben het transport van de oude camper naar Nederland geregeld. En we hebben de nieuwe vervangende camper ingeleverd. Dat kost ons €1200 aan schade. De rest was dan verzekerd, maar we moesten nog €1200 zelf betalen. Drama. Maar goed, daar gaan we niet te lang over nadenken. We hebben een huurauto gekregen. Die kunnen we gewoon meenemen naar Nederland. Die hebben we helemaal volgeladen met alle spullen uit onze camper. En die nemen we gewoon mee naar huis. Nu hebben we gisteravond lang zitten nadenken van wat nu. Gisteren waren we echt allebei een beetje de spirit van de vakantie kwijt. Omdat, ja, we moesten zoveel regelen en het was eigenlijk helemaal niet meer leuk. En nu zijn we dus in Oostenrijk. Prachtig uitzicht. We zitten gewoon boven de wolken. Hier. Zo hoog. Maar we willen naar huis toe. Want we zitten hier wel in Oostenrijk. En we kunnen het leuk maken. Maar je bent eigenlijk een beetje alleen maar op vakantie. Om het leuk te maken. En om op vakantie te zijn. En thuis wacht Nagini op ons. En het is super mooi weer in Nederland. Terwijl het hier in Oostenrijk niet zo mooi weer wordt. En in Duitsland ook niet. Dus we hebben besloten dat we naar huis gaan. Dus dat gaan we nu doen. Jammer dat jij erin praat. Goedemorgen. Ik weet niet wat het laatste stukje is wat ik gevlogd heb. Maar we zijn inmiddels in Nederland. We hebben alles uitgepakt. Alle vakantiestress achter ons gelaten. En nou ben ik mijn boyfriend kwijt. Oh daar. En we hebben besloten om in Nederland leuke dingen te gaan doen. En vandaag is zo'n leuk ding. Want we gaan naar de Beekse Bergen. Daar zijn we allebei nog nooit geweest. En er was wel iets waar we heen wilden, maar nooit aan toe kwamen. Dus vandaag gaan we eens zien of dat wat is. Jongens, ik zit de vlog te editen en het begin is natuurlijk echt super dramatisch. Echt niet normaal. Ik merk ook aan mezelf dat ik helemaal niet uit mijn woorden kwam. Dat heb ik natuurlijk wel vaker, maar nu was het echt helemaal geen samenhangend verhaal. We zijn echt enorm geschrokken, maar we zijn inmiddels wat goed thuis en het is allemaal goed gegaan. En nou ja, de rest van de vlog kon je natuurlijk wel zien dat we niet zoveel zin hadden meer in vakantie vieren in het buitenland. Dus gauw naar huis gegaan. Ja, dit was de vlog voor nu. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ondanks dat het eigenlijk heel veel drama was. Ik vond het best wel een indrukwekkende vakantie. Dus het is zeker een wijze les geweest. Ik ben er alleen maar beter uitgekomen. Wijzer. En
weet ik veel. Ik zeg nu maar wat. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken. Geef natuurlijk een dikke duim omhoog. Een comment even beneden. Voor een beetje support van de storm. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende video. Want ik ben gewoon doorgegaan met vloggen. Nadat ik terug was van vakantie. Dus de rest zien jullie gewoon in de volgende vlog. Cheers!